Hi, leuk dat je kijkt en welkom op het kanaal van Ages Gracefully. Ik ben Annette en ik heb voor jou de opgemaakte producten van de maand november. We gaan natuurlijk alweer met rassenschreden naar de laatste maand van het jaar. Dus ik ga even met je door de producten die ik deze maand heb opgemaakt. Ik vertel je even kort wat ik ervan vond en of er een review staat op mijn blog. Dus ga dus ook zeker naar anagesgracefully.com. Daar vind je reviews, volledige reviews van de producten die ik hier laat zien. Ik ga even beginnen met de Nutraskin. Dat is het collageenpoeder wat ik iedere dag slik. Hier staat inmiddels de review van online. Ik heb ook al meerdere collageenproducten uitgetest. Dus je kunt ook andere reviews lezen op anagesgracefully.com. Tot nu toe ben ik zeer tevreden over deze ook weer. En ja, ik blijf het gewoon nog even gebruiken om te kijken wat het verder voor mijn huid doet. Ik vind wel nog steeds dat deze een beetje een smaakje heeft. In vergelijking bijvoorbeeld met de Revital Tracks. Maar inmiddels ben ik er wel aan gewend. Dus ja, proef ik het bijna niet meer. Ik doe het wel oplossen in een beetje sinaasappelsap. Zo heb ik er zelf het minste last van, zeg maar, van dat geur en smaakje wat eraan zit. En, maar prima product. Dan deze enorme fles conditioner. Ik heb al eerder zo'n soort fles opgemaakt. Die had ik meebesteld bij een bestelling. En in plaats van 5,95 euro verzendkosten bestelde ik dan zo'n fles mee. Want ja, dan waren de verzendkosten gratis. Deze is met jojoba. En daar staat bij voor, even kijken of ik dat nog kan lezen. Ja, voor gestript haar staat er. Dus ik vond hem wel oké, deze. Het blijft een hele basic conditioner, maar dat kan je ook niet verwachten in zo'n fles voor 6 euro. Ik heb nu ook weer zo'n hele grote fles gekocht, maar die had ik bij de TK Maxx meegenomen. Dus die zie je over een paar maanden als die leeg is. Want ja, je doet hier natuurlijk best een paar maandjes mee met zo'n grote fles. Dan is er ook weer een fles wasparfum opgegaan. Dit is de geur Diamant en Bamboe. Ik ben dol op de wasparfums. Elke keer als ik een wasje doe, dan gaat er een beetje twee kneepjes van wasparfum bij mijn was. Ik gebruik geen wasverzachter meer. Sorry, daarvoor is de wasparfum echt in de plaats gekomen. Ik doe ook best heel veel dingen in de droger. En dan even goed ruik je nog heel goed die wasparfum. Ik vind het heel erg lekker. Het is niet goedkoop, maar ja, dat is toch gewoon het extra verwennerijtje aan de was. En ik heb deze geur ook alweer opnieuw besteld. Ik heb volgens mij 5 of 6 verschillende geuren boven staan. Dus ik wissel het ook elke was wissel ik het af, zodat je de geur wel ook steeds blijft ruiken. Ik heb wel een aantal favorieten en de Diamant en Bamboe is er daar zeker eentje van. Hele lekkere geur. Dan is de Balea Aqua Hydro Serum Milk opgegaan in de geur Aqua. Ik had deze in mijn shoplog, heb je kunnen zien dat ik hier nu een groene variant van heb meegenomen. Een aantal lezeressen wisten mij te vertellen dat deze blauwe uit het assortiment is. Voordat deze blauwe was, had ik altijd een roze, die was ook uit het assortiment. Dus ik heb nu die met, volgens mij was het hyaluronzuur en aloe vera. Ruikt trouwens ook heel erg lekker, want ik ben er van de week al mee begonnen, want deze is leeg. Maar ja, echt een heerlijke body lotion en voor een paar centen heb je een mooie fles. Nog een product wat bij de DM vandaan komt. Dit is de Garnier Fructis schadeherstel shampoo. Ook deze heb ik opnieuw meegenomen nu. Volgens mij heb ik, want ik dacht dat ik deze had gekocht, maar volgens mij heb ik nu de Oil Repair meegenomen. Maar ik dacht dat het plaatje toch echt hetzelfde was. Maar nou ja, geen idee. Maar dit was ook een hele fijne shampoo. Ik wissel hem af met die aloe vera shampoo die ik heb. En dan met de zilver shampoo van Fudge die ik gebruik om mijn haar ja, zorgen dat het niet geel wordt, zeg maar, de highlights. Dus echt een hele fijne shampoo. Vind ik ook zeker een aanrader. Ik weet niet of deze variant in Nederland ook te koop is. Vaak Notino heeft wel ook de producten die ik bijvoorbeeld bij de DM wel kan vinden, maar bij de Nederlandse Kruidvat bijvoorbeeld niet. Dus wellicht als je deze wilt proberen, kun je daar eens gaan kijken. Dan nog een heel lekker product voor onder de douche. Dit is de Nivea Summerliebe. Dus ook van de DM heb ik deze gekocht. Ik vind de douche gels van de Nivea vind ik ook heel erg lekker. Ik heb met name altijd die van de DM.
van eigen merk, want die vind ik echt fantastisch. Maar soms neem ik een uitstapje, neem ik ook wat andere flessen mee. Dus daar is deze ook nog van. Dan de klassieker, het micellair reinigingswater van de Garnier. Hier staat ook een review van op mijn blog anagesgracefully.com. Echt al van helemaal in de begintijd, dus iets van 7 jaar terug. En nog steeds gebruik ik deze dagelijks, dus die is heel fijn. Volgens mij van de wasparfums heb ik trouwens ook een review geschreven. Dus als je daar meer over wil lezen, kun je die ook terugvinden op mijn blog. Ik heb een maskertje genomen. Deze komt uit de Look Fantastic Beauty Box. Dit was het Brightening Sheet Mask. Ze zat volgens mij vorige maand in de Beauty Box. Met collageen, vitamine C en aloe vera. Ja, helemaal prima. Ik heb niet zoveel met sheet mask. Ik heb überhaupt niet zoveel met maskers. Maar als ik het in de box krijg, dan gebruik ik het altijd wel. Maar ik zou er zelf echt geen euro aan uitgeven. Dit soort maskers kost vaak een tientje. En je gebruikt het eenmalig. En dat vind ik echt zonde van het geld. En zo fantastisch dat je zegt van nou ja, na dat tientje zie ik echt dat ik er schrikbarend jonger uitzie. Nou, dat vind ik dus echt niet. Ze zijn wel altijd heel goed doordrenkt van serum, dus je kan het echt lekker gebruiken. Er zit vaak genoeg serum in, je kan je hele lijf er wel mee insmeren. Maar ja, prima masker, maar ja, ik zou mijn geld er niet aan uitgeven. Dan een oogserum heb ik opgemaakt. Hier moet de review nog van komen. Die heb ik wel geschreven volgens mij inmiddels. Deze is van Elemis en dit is de Pro Collagen Advanced Eye Treatment. Ik vond het een prima oogcreme. Ik moest er even aan wennen in het begin. Toen ik hem net ging gebruiken dacht ik, ik weet het niet. Maar uiteindelijk werden we wel vriendjes, deze oogcreme en ik. Ik vond wel dat het pompje, want dan doe je dat natuurlijk zo op je vinger. En die spoot zo hard dat een paar keer schoot het echt zo door de hele badkamer heen. Dus dat was wel een beetje zonde. En er komt vrij veel producten uit op het moment dat je een pompje geeft. Dus hij is wat lastig te doseren. Maar ja, prima oogcreme. Ik moet zeggen, hij vervangt absoluut niet mijn IT Cosmetics. De Confidence in an Eye Cream blijft nog steeds mijn favoriet. Maar als je echt een beetje meer een gel structuur zoekt, een wat lichtere oogcreme, dan is deze echt fantastisch. Het product van Elemis is er opgegaan. Deze zat in een cadeautasje wat ik kreeg bij een bestelling. En dit is de Rehydrating Ginseng Toner. En dat was ook helemaal lekker natuurlijk. Dus dat was die. Dan heb ik opgemaakt de Healthy Glow van Charlotte Tilbury. Dit is ook al mijn derde of vierde tube. Dit is gewoon zo'n getinte dagcreme. Dus hij komt wit uit het flesje. En op het moment dat je hem dan inwerkt, dan neemt hij je eigen huidskleur neemt hij op. Dus dan geeft hij je gewoon net even dat gezonde tintje. Ik heb nu de Estée Lauder Daywear op. Die heb ik net gekocht. En dus die ben ik nu aan het uittesten. Maar deze heb ik ook alweer opnieuw gekocht. En die staat boven in de kast. En de review van deze staat ook online op mijn blog. Nog een product wat uit de Beauty Box komt van een paar maanden terug. Dit is van Ameliorate. En dit is de Smooth Body Exfoliant. Dit was zo'n met zo'n heel klein korreltje erin. Deze was echt voor je lijf bedoeld. We hebben al eerder producten van Ameliorate gehad. Die waren echt zeg maar voor die, hoe zeg je dat? Pilotus Kitaris, zoiets. Voor die bultjes achter op je armen. En daar is het een heel fijn merk voor. Ik heb begrepen dat mensen daar echt hele goede resultaten mee hebben. Dus als je daar last van hebt, dan is dit zeker een merk om eens te bekijken. Het is volgens mij ook niet schreeuwend duur. En ik vond het helemaal dik in orde. Dan heb ik een nachtcreme opgemaakt. Dit is van Mudmaski, het Leave Me On Winter Mask. Dit is het eerste product wat ik van de Mudmaski heb opgemaakt. Volgens mij heb ik er wel eens andere producten van gehad, maar nog niet echt crèmes. Mudmaski komt, in dit geval heb ik deze gekregen in de jouwbox. Die is alweer een hele tijd geleden. Ik vond hem vrij basic. Ik vind Mudmaski is heel erg duur. Volgens mij kost deze tube 50 euro. Ik vond hem niet heel speciaal. Hij ruikt, vond ik, heel zoet. Volgens mij een beetje marsepein-achtige geur. Ik moet zeggen, ik vond hem vrij basic. Ik vond hem niet heel speciaal. Ik vond niet dat ik zeg van als ik een crème koop van 50 euro... zal dit niet het product zijn waar ik als eerste bij ga kijken. Daarvoor zijn er veel toch wat luxere en mooiere producten op de markt. Maar verder prima. Prima maskertje of nachtcreme.
Een product voor het haar. We zijn er bijna. Dit is van Philip Kingsley. Dit komt ook uit de Beauty Box. Dit was de Bond Builder. Dus dit is een product wat je na het wassen in je haar kneedt. En dat dan zorgt voor verzorging. En dat het mooi zit en mooi valt. Je kan het vergelijken, deze, met de Olaplex nummer 6. Zeg ik uit mijn hoofd. Alleen is deze volgens mij ietsje voordeliger. En zijn de Olaplex producten zijn ook niet zo groot. Dus als je lang haar hebt en je moet daar vrij veel product van gebruiken. Dan zou ik zeggen, probeer die van Philip Kingsley. Die hebben ook echt half liter flessen. Dus dat zijn echt flinke verpakkingen. En ik moet zeggen, Philip Kingsley vind ik altijd echt hele fijne producten. Dus als die in de beautybox zitten, dan ben ik daar altijd wel erg blij mee. Vooral de Elasticizer van Philip Kingsley. Dat is natuurlijk een cultproduct. Die is echt fantastisch. En dan het laatste product. Hier komt ook nog een review van online. Dit is van Joss Rosebrook. Dit is de Daily Acid Toner. Dit komt uit de Caroline Hirons Kit. Ik ben bijna door al mijn producten van de Caroline Hirons Kit heen. Volgens mij nog één product en nog één masker heb ik volgens mij staan. Dan ben ik er doorheen. Ik heb hier een review van geschreven. Die moet nog online komen. Dit is zeg maar zo'n... zo'n beetje zo'n glow tonic. Je kunt het vergelijken met de Pixi Glow Tonic. Die vond ik eigenlijk beter, moet ik zeggen. Ook als je kijkt naar de prijs-pretverhouding. Joss Rosebrook is gewoon een duur merk. Maar dit is dus gewoon een dagelijkse verzorging. Even op een wattenschijfje om de dode huidcellen op een gemakkelijke manier te verwijderen. Deze had een vrij sterke citrusgeur ook. Maar dan een beetje... Ja, hoe moet ik dat nou weer zeggen? Ik kan echt zo slecht geuren omschrijven. Een beetje meer warme, een warme citrusgeur. Wel anders als de Glow Tonic bijvoorbeeld van Pixi. Maar verder hartstikke fijn product. Het is natuurlijk gewoon heerlijk in gebruik en een mooi merk. Dus de review van deze komt eraan. Dat waren al mijn opgemaakte producten van de maand november. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Geef ook even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Ga dus ook zeker naar mijn blog ernaegesgracefully.com voor volledige reviews van de producten die ik zojuist heb besproken. En dan zie ik je graag een volgende keer. Groetjes, hi hi!